Er zijn nog onveilige locaties in onze stad. De Hortensia-tunnel en de Van Karnebeek-tunnel zijn onveilige locaties gebleken. En ook in de binnenstad zijn nog onveilige plekken. Daarom wil de VVD op deze locaties cameratoezicht. En verder wil de VVD meer politie in de wijken. Zichtbaar, aanwezig. En ook voor u aanspreekbaar. Wilt u een veilige wijk, een veilige stad? Stem dan op de VVD. Lijst 5. Wilt u een veilige wijk, een veilige stad? Stem dan op de VVD. Lijst 5.